jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een shoplog met mijn zomergarderobe die ik de afgelopen 2 maanden gekocht heb. Ik heb best wel veel nieuwe zomerkleding gekocht omdat ik laatst in mijn kast zat te kijken. Want ongeveer 1-2 weken geleden was ontzettend mooi weer en ik keek in mijn kast en ik zag zo dat ik best wel weinig zomerkleding nog had over. Dus daarom was het weer tijd om nieuwe zomerkleding te kopen. Dus dat is wat ik vandaag voor jullie laat zien. Het is niet alleen maar kleding. Ik heb ook nog een paar andere dingetjes gekocht. En die wil ik graag aan jullie laten zien. Ik zal beginnen met de Primark. Omdat ik daar het meeste gekocht heb. Ik heb van alles de kaartjes al afgehaald. Dus ik probeer nog een beetje de prijs uit mijn hoofd te weten. Maar ik zal mijn best doen. Het eerste wat ik bij de Primark heb gekocht is meteen ook het grootste. En dat is namelijk een nieuwe rugzak. Ik had al een rugzak. Maar ik ga over 2 maanden met mijn school naar Parijs toe. Ik vind het fijn om een rugzak te hebben. Maar mijn vorige rugzak is een beetje kapot en versleten. Dus daarom was het tijd voor een vervanging daarvoor. En ik heb deze gekocht. Hij lijkt alsof hij van leer is. Maar het is wel gewoon een normale rugzakstof. Hij is best groot. Vind ik. Er zit een heel klein binnenvakje voor sleutels en mijn telefoon hierboven. En hiervoor heeft hij ook nog een vak. Ik vond hem heel erg mooi. Ik vond hem wel een beetje stoer. En mijn andere die vond ik ietsjes meisjesachtiger. Dus daarom vond ik het wel leuk om nou een keer deze te hebben. En deze was 12 euro. Het volgende is ook wel echt iets heel zomers. En dat is namelijk een nieuwe bikini. Dit is het topje. En ik vond hem best wel apart dan mijn normale bikinis. Meestal koop ik bandeau bikinis, maar ik vond dit wel leuk. Zoals je ziet is hij, het is wel een beetje een bandeau bikini. Alleen heeft hij hier van het soort kant eroverheen hangen. En de achterkant heeft hij 2 bandjes. En op de rug is dit zeg maar geknoopt. En ik vond het best wel mooi en grappig uitzien. Het aan- en uitdoen is niet echt heel moeilijk. Je kan hem heel makkelijk over je hoofd doen, omdat hij best wel stretchy is. Er zit ook gewoon vullingen in die je eruit kan halen als je hem bijvoorbeeld in de was doet. En ik vond hem best wel, ik vond hem best wel apart en mooi. En dit topje was 8 euro. In combinatie met het topje kocht ik ook een broekje. Ik kocht er dit keer een simpele bij en niet in het kantenpatroontje van het topje. Maar ik kocht deze simpele omdat dit ook een beetje bij andere topjes past. En hij is hier aan de zijkant geknoopt. En deze was 2,50. Dan het volgende is een shortje. Ik heb ook een shortje gekocht bij de Primark. En dat is deze. Zoals je ziet is het een destroyed. En hij is best wel erg destroyed. Hij is mooi licht. Ja, een beetje lichtblauw. En hij is high-waisted. Hij is niet super high-waisted dan mijn andere shorts van de Primark, maar hij is op zich wel prima. Je zou denken, omdat hij zo destroyed is, dat je veel van je benen zal zien. Maar dat is niet zo, want ik zal even mijn hand er tussen doen. Je ziet niks van je been, zeg maar, omdat hieronder zit nog een stofje. Het is meer een decoratie, dit destroyed, dan echt dat het echt zo kapot is. En ik vond deze heel erg leuk en deze was 13 euro. Het volgende van de Primark was een nieuwe zomerpyjama. Want ik heb ook heel weinig zomerpyjama's meer. En nou heb ik een hele leuke. Als eerste, het was een combo. En dit was het hemdje. En er staat op, I am do nuts about you. En er staat een hele leuke donut op. En het topje zelf heeft allemaal sprinkles. En hij is met een soort van fel oranje afgewerkt. En ik vind deze echt heel erg leuk. Daarbij hoort ook nog een broekje. En dat is deze. En hij is half grijs, half oranje. Op de camera komt hij roze over. Maar hij is wel oranje. En dit setje was 7 euro. Toen kocht ik nog een t-shirtje. Ik zag het hangen en ik vond hem echt heel erg leuk. Het is namelijk deze. Hij is een beetje marineblauw. En heeft hier op de schouders een soort patroontje. En het zit ook om de mouwgaten heen. En op de achterkant bij de rug, het is niet heel erg laag, is hij een beetje ingesneden en zitten 2 van die touwtjes. En ik vond het echt heel erg mooi. De onderkant is een beetje afgewerkt met een, ja, zo'n split zeg maar. En dan is hij aan de achterkant ietsjes langer dan aan de voorkant. Toen ik deze aan had in de maat waarin ik normaal mijn kleding kocht, vond ik hem echt heel groot. Ik vond hem iets te oversized. Dus daarom heb ik deze in een 34 gekocht. En ik vind hem echt
heel erg mooi met deze afwerkingen. En deze was volgens mij 10 euro. Kocht ik 2 hemdjes, want ik had ook niet echt meer hemdjes meer voor de zomer. En de eerste is deze. En hij is grijs en hij staat op California Dreaming. En ik vond deze wel heel erg leuk. Hij is grijs. En ja, California, Amerika vind ik wel heel erg leuk. Deze was 3 euro. Ook kocht ik nog een hemdje. En deze was wit, waarop staat Free Spirit. Kost ook 3 euro. Ik vond deze ook heel erg leuk met de kleurtjes en de patroontjes erop. Toen had ik nog iets bij de Primark wat een beetje een gehyped iets is. Het is een soort, ja, hemdje. Ik noem het meer een t-shirt dat geen mouwen heeft. En dat is namelijk deze. Hij is grijs, een tricotstofje. Maar zoals je ziet heeft hij hier van die touwtjes, wat op dit moment heel erg gehyped is. Ik zie het echt overal voorbij komen. En ik vond het wel fijn. Ik heb deze zonder mouwtjes gekocht. Omdat ik denk, dit kan ik vaak aandoen in de zomer. Want dat vind ik wel iets fijner dan gewoon een t-shirt. En je kan deze dan zo met de touwtjes aanknopen. En deze was 7 euro. Toen kocht ik bij de Primark nog een broek. Een witte broek. En ja, ik had nog helemaal geen witte broek, wat eigenlijk best wel slecht is. Terwijl wit best wel leuk is voor in de zomer. Hij is gewoon normaal. Hij is niet heel erg skinny bij de pijpen, wat ik normaal wel heb. Maar ik wil deze graag, zeg maar, oprollen aan de onderkant. Dan vind ik het wel fijn dat de pijpen dan iets wijder zijn dan skinny pijpen. Want die rekken dan iets makkelijker uit. En deze was volgens mij 8 euro of 13. Dat weet ik niet zeker. Verder kocht ik bij de Primark ook een wit blouseje. En deze ziet er best wel simpel uit. Je kan deze, de mouwen hier met van zulke touwtjes zo driekwart maken. En er zit een soort van, ik weet niet of je het kan zien, een soort van patroontje in. Hij schijnt best wel door. Daar had ik niet in het begin niet echt rekening mee gehouden. Maar ik doe er dan gewoon een simpel wit t-shirt onder met normale mouwtjes. En dan werkt dan voor mij als hemd. En ja, ik vind deze heel erg leuk. Hij is de achterkant, is hij ietsjes langer dan de voorkant. En hij heeft hier 2 borstzakjes. En deze was 9 euro. Het laatste van de Primark is een glass screen protector. Een glasplaatje voor je telefoon. Dit is voor de iPhone 6. Ik heb een iPhone 6. Op dit moment heb ik ook een glasplaatje op mijn telefoon. Maar hij begint een beetje kapot te gaan. Dus daarom leek het mij wel handig om een reserve te hebben. En deze was 3 euro. Dat was alles van de Primark wat ik gekocht heb. Bij de Pull & Bear had ik ook iets gekocht. En dat is namelijk dit t-shirt. Hij is een beetje, ja, het is ietsjes een crop top, maar niet heel erg. En er staat hier, zeg maar, een zonnebril, zoals je meestal zo je zonnebril hier hangt, als je hem niet opdoet. En er staat sun time en een heel klein zonnetje. En deze was, uit mijn hoofd denk ik 7 euro, want ik heb hem al een tijdje, dus ik weet de prijs niet meer zo goed uit mijn hoofd. Maar dat was deze. Bij de Pull & Bear kocht ik ook nog sokken. Dat waren deze. Het zijn een soort van heren sokken, maar ze zijn wel voor vrouwen. Ik vind deze fijn om thuis te dragen als ik bijvoorbeeld kouder heb. En ik heb heel veel mensen deze ook gezien dan in combinatie met Adidas Superstars. En dat ze deze dan doen, dat dit er bovenuit komt. Vond ik wel heel erg leuk. En deze waren volgens mij 4 euro. Bij de H&M kocht ik ook nog iets. En dat is dit shortje. Hij is high-waisted. Hij is dark washed en oh my god, toen ik dit shortje aan had, hij is heel stretch en hij sluit bij de pijpen goed aan op mijn benen en dat vind ik echt heel erg fijn. En ook omdat hij high waisted is, zoals je ziet heeft hij geen zakken voor, maar wel op de achterkant. Vind ik op zich niet zo'n heel groot probleem, omdat ik wel een broek heb die ook geen zakken heeft, maar daar heb ik niet zoveel last van en ik vind deze echt heel erg mooi. Hij zit ook echt heel erg lekker, omdat hij zo stretchstof is. En ik vind tegenwoordig stretchstofbroeken zitten iets fijner. Want als je dan dit gewend bent en je draagt daarna weer een gewone spijker, dan, ja, ik weet niet. Dan vind je stretch toch weer fijner zitten, omdat normale spijkerstof weer wat stugger is. En deze was uit mijn hoofd 15 euro. Dat was dan alle kleding die ik gekocht heb. Ik heb verder ook nog wat losse spulletjes gekocht en wat verzorgingsproducten. En die ga ik ook laten zien. Is een soort van een outlet warenhuis van producten. Want ze hadden bijvoorbeeld ook heel veel oude OPI's en zo. En ik heb ook wel eens gehoord van mensen dat ze er ook Too Faced en NARS verkopen.
Dat heb ik zelf niet gezien, daar baal ik wel van. Maar dat is wel leuk. Het is een best wel groot warenhuis. Ik had er niet echt iets van cosmetica zo gekocht. Ik had daar een notitieboekje gekocht. En er staat op Live Simply, Dream Big en Show Courage. En er staan wat bloemetjes op en vogeltjes. En hij heeft, als je hem zo openslaat, heeft hij best wel mooie bladzijden. En hier staat een heel klein vlindertje. En er zitten ook best wel veel pagina's in. Deze was afgeprijsd van 5 voor 2 en ik vond hem echt super schattig, want ik vind echt zo'n soort Amerikaans notitieboekje die ik best wel vaak bij Amerikaanse YouTubers zie. En ja, ik vond deze wel echt, heel leuk en dat was schattig. En ook omdat hij was afgeprijsd, want ik anders 5 euro had ik misschien al te duur gevonden, maar ik vond 2 euro vond ik wel een leuk prijs voor zo'n leuk notitieboekje. Dus dat is van de Tiki Max. Bij de Ethos kocht ik 2 verzorgingsproducten van Andelon, omdat ze 1+1 gratis hadden. En ik had 2 dingen nodig van Andelon, dus dat kwam goed uit. Als eerste had ik Andelon Oil & Care voor pluis en droog haar anti-klitspray. Omdat die van mij was bijna op en dan heb ik alvast een backup liggen. Vind ik wel fijn, als mijn haar af en toe in de klit zit, dan kan ik het makkelijker doorkammen. En dan had ik ook nog van Andelon van de Pink Collectie Make Shine Spray, pluisvrij, stralenglans en heat protection. Deze spray heb ik al eens gehad. Ik ben hier echt heel tevreden over en hij was op. Dus ik dacht, er is toch wel weer tijd om weer een nieuwe te kopen. Ze waren 1+1 gratis, want deze is normaal 5 en deze 4. Dus ik was 4 euro kwijt voor hun allebei. Dus ja, dat was van de Ethos. Ook was ik even bij de Kiko geweest, want wij waren toen wij in Eindhoven waren... was het rustig bij de Kiko, want meestal als je daar 's middags bent is het daar echt super druk. Je kan niet echt goed kijken. Maar nu waren we toch even naar binnen geweest omdat het nou wat rustiger was. En daar heb ik een oogschaduwmono gekocht. Ik zal hem even uit de pakking halen. Zo. En het is... ik laat hem bijna vallen. Dit is een oogschaduwmono. En het is een hele mooie... highlighter kleur. Het is een gebakken oogschaduw. En ik vond hem, toen ik hem opdeed in de winkel, vond ik hem heel erg mooi. En ik zal hem eventjes... Zo. Ik weet niet of je het goed kan zien op de camera, maar hij heeft een hele mooie subtiele glitter. En ja, ik vond het wel mooi. Dus dat was deze oogschaduwmono. En deze was 5,90. Dit is trouwens de kleur 02. Kiko heeft geen naam, wat ik wel jammer vind. Maar wel cijfertjes. Dus dit is de kleur 02 van de gebakken oogschaduw. Dus dan moet je altijd even opletten. Want ze hebben heel veel verschillende. En ook je prijzen en zo. Maar dit is een gebakken highlighter. En ik vind deze echt heel erg mooi. Hij doet me een beetje denken aan de mono van MAC. En dat is de Dazzle Light. En ja, daar vond ik hem wel goed op lijken. Dus dat is de reden waarom ik hem gekocht heb. En dan het allerlaatste wat ik gekocht heb is van MAC. Ik heb weer een nieuwe lipstick gekocht. En dit is een kleur die ik al best wel vaak voorbij heb zien komen bij heel veel beauty bloggers en zo. En ik zat wel een beetje na te denken over een leuke kleur die ik wou gaan kopen. Dus daarom ben ik voor deze gegaan. En dit is alweer een matte kleur, want ik hou echt van matte lipstick. Ik hou niet zo van glanzende, maar mat wel. En het is de kleur Matte Pink Plate geworden. En echt, ik vind dit zo'n ontzettende mooie kleur. Ik heb hem nou trouwens ook op mijn lippen. Ik zal even swatchen. Zoals je ziet, echt een hele mooie roze kleur. Hij is vergelijkbaar met mijn andere matte MAC lipstick. Dat is de kleur Mer. Die vind ik iets... Dit is net iets lichter en iets roziger. Maar ik vind het echt een hele mooie kleur. En ik wou hem echt al heel erg lang. En nu heb ik hem eindelijk. Bij die MAC lipstick heb ik ook een monstertje gekregen. Dat krijg je meestal als je tijdens koopt. Dan krijg je een parfummonstertje. Soms kun je aangeven of je zelf een kleur, een geur wou. Of soms krijg je een van hun. En ik had de kleur... De geur Calvin Klein 2 gekregen. En het is in Eau de Toilette. En dat was dan de shoplog. Qua kleding vind ik het best wel veel. En ik denk dat ik nou met de zomer wel eventjes vooruit kan. Ik ben echt super blij met de spullen die ik gekocht heb. Zeker met mijn lipstick en met mijn shortjes en zo. Want nu kan ik weer eventjes vooruit in de zomer. En daarom wil ik jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. En tot volgende week. Doei!